ons core concept is, je bent een badmeester en je moet proberen je klanten tevreden uit te houden. En alleen, het speelt zich af in een wereld waar wanneer klanten oververhit raken, dan vliegen ze in de brand en dan beginnen ze andere mensen aan te vallen. Waardoor die ook oververhit raken. Als speler heb je de mogelijkheid om met een badhanddoek je klanten te slaan. Met de juiste richting op slaan kan je ze het zwembad in slaan waardoor ze beginnen af te koelen. En bovendien heb je ook nog mogelijkheden om het oververhitten te voorkomen. Dus dan heb je bijvoorbeeld parasol en een stoel waar een klant op gaat zitten. En dan doe je de parasol open waardoor die in een schaduw komt. Zodat ze niet oververhit raken en hun oververhitheid afkoelt. Zodat ze daarna weer eventjes in de zon kunnen lopen. Nou, we hebben dus een nieuw concept gekozen en aan de hand daarvan hebben we een nieuwe doelgroep opgesteld. Aan de hand van deze doelgroep hebben we dus een aantal persona's opgesteld die we gaan gebruiken. Vooral voor designkeuzes en natuurlijk de art. Met behulp van de doelgroep en de persona's kunnen wij users gaan selecteren voor onze user tests. En hiermee vervolgens gaan testen of de gameplay daadwerkelijk leuk is en het aansluit bij onze doelgroep. Zo niet, moeten we die dus aanpassen.